ik ben Tabitha Sluis. Ik werk hier op Schoonendoorn in Doorn en daarnaast ben ik beeldend kunstenaar. Ik maak kinderportretten op groot formaat en op kleine tekeningen ingelijst. En zoals je hier kan zien maak ik grote portretten met allemaal verschillende materialen. Met andere woorden een gemengde techniek. En hier zie je een portret van een meisje die heet Onder Moeders Vleugels, is de titel. En zoals je kan zien is mijn werk opgebouwd uit een canvasdoek. Daaroverheen zit een kleur en daaroverheen zit een canvas gespannen, een kant. En daaroverheen bouw ik mijn schilderijen op met papier die getekend worden en daarna komen alle materialen eroverheen. Dus in dit geval gebruik ik graffiti om het mouwtje te maken. Ik gebruik stoffen, verf. Er zitten ook ongebruikelijke materialen in als dit zijn anti-slipmatjes en acrylaatkit die je in de badkamer gebruikt. Dus eigenlijk hele soms ongebruikte gebruikelijke materialen. Het is eigenlijk recycling als ik het goed begrijp. Ja, van recyclematerial. Ja, ik gebruik ook zoals daar dakbedekkingsmateriaal. Ik heb werk waar ik oude tassen gebruik om schoenen van te maken voor mijn kinderen, portretten. Restmateriaal, dus een soort van hergebruik. Maar ook als ik materialen vind in de winkel waar ik verliefd op ben van de stof, dan koop ik het natuurlijk wel echt. Ja. Ziet er schitterend uit. Het is echt een aparte manier van werken dus. Ja. Goed, het is vandaag open atelierroute in Doorn. Ja. Maar stel dat mensen nou buiten deze route, daar buiten deze dag jou willen bezoeken, waar kunnen ze jou vinden? Nou, op dit moment heb ik een vaste gallery, de Grachtengalerie op de Oude Gracht in Utrecht. Daar ben ik bij verbonden. En daarnaast heb ik een eigen atelier op mijn boerderij in Culemborg. Dus ik kan altijd een bezoek brengen aan mijn atelier waarvoor ik kan werken. Daarnaast werk ik ook in opdracht, dus er is heel veel mogelijk. En een website? Mijn website is www.tabithasluis.com. Daar staat al mijn werk op, plus informatie. En daarnaast maak ik ook muurschilderingen, dus ook daar is informatie over. Dankjewel. Waaruit bestaat dit werk? Dit werk is een meisje die naar paddenstoelen kijkt. Het heet My Little Adventure. En in dit geval was ik eigenlijk verliefd op de blaadjes die ik vond in het tuincentrum. En dacht ik, daar moet ik wat mee. En ik wilde per se iets met paddenstoelen maken. En heel graag meer in 3D. Dus het eerste werk wat ik heb gemaakt, wat echt meer echt naar de toeschouwer toekomt. En daarnaast zitten er heel veel materialen in, als een echte broek die ik ook echt gedragen heb. Dus als je over recycling spreekt, dan is het natuurlijk wel recycling. Dat ik echt eigen materialen die ik zelf ook gedragen heb gebruik. En de paddenstoelen zijn van klei gemaakt. In dit geval wordt het hele werk opgebouwd uit patronen. Dus ik moet alles overtekenen op papier, daarna op patroonpapier. Dan alles overzetten op de stoffen, zodat alles past. Dus daar gaat heel veel tijd in zitten. Ik kan gemiddeld 4 werken in een jaar maken. Omdat ik toch al 2-3 maanden bezig ben met een werk. Dus mijn productie is niet zo heel groot. Ook dankzij het werkend onderwijs. Ze hebben wel heel veel tijd nodig om tot stand te komen. Dus ze zijn wel heel intensief voor het aangewerkt.